Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video. Zoals je ziet aan de titel ga ik vandaag weer twee mensen koppelen. Een serieuze car blind date. Maar wie heb ik als gast meegenomen vandaag? Jullie kunnen het zien, de kit is aanwezig. Stel jezelf even voor, op een kleine. Ik ben Mr. Tergo, jullie kunnen me kennen van TikTok, 19 jaar Amsterdam. Super duidelijk jongens, hij is al aanwezig. De dame is er nog niet, de dame wordt zo meteen opgehaald. En dan gaan we gelijk met de blind date. Maar bro, ik moet je wel wat vertellen. We zijn nu bij de winkel. Ik heb al stiekem gehoord, ze heeft cadeautje. Dus wat heb jij meegenomen? Ik moet ook cadeautje halen, hè? Hey! No. We moeten even cadeautje halen, want ik kan niet met lege handjes komen. Nee, maar ik ben op serieus gewoon. Ik laat niet hoog leggen. Ik zeg gewoon Yusuf ingepakt cadeautje. Ik shit. Ik kan het eens inpakken. Nee. Je maakt joke, hè? Bro, Yusuf. Ze vroeg aan mij wat vindt hij leuk. Ik zeg ik weet niet. Dus, en toen zei ze van oké, ik koop wel wat. Ze had me verteld, ze heeft een cadeautje mee. Bro, cadeautje ingepakt. Nou, dan moeten we echt snel even naar de winkel. Maar kan ik ook ergens roos halen? Want ik zeg je heel eerlijk, dit wat we nu aan het doen zijn, dit kan niet. Je maakt me zin. Je komt met lege handen. Kan je wel eens jaggers dragen? En paniek. Oké, maar wacht. We hebben hier alleen action. Deze rozen, man. Oké, we gaan mijn exen zoeken en daarna gaan we verder zoeken, hoor. Jongens, dit zijn de blinddoeken van vandaag. Echt foute boel. Echt foute boel. We gaan wel zoeken voor meer. Hé, maar even serieus, hè. Welke winkel wil je eigenlijk? Want we hebben nu deze maskers gekocht voor je. Hij wil echt graag die roze. Ik zit geen bro, doe die blauw. Hij zei nee, man, bro, alsjeblieft. Hé, hey, deze jongen, hè. Ik zeg je eerlijk, dames en heren, ik wilde gewoon blauw. Het was blauw, hij zegt nee, roze staat mooi bij blauw. Dus nu, eindstand, ik pak roze en roze. Hij zegt ja, maar dit is leuk, My Little Pony. En toen. Ja. Wacht, we gaan nu naar een andere winkel. Wat wil je? Bloemen heb ik nodig. Oké, is goed. Bloemetjes, roosjes. Jongens, ik ben echt aan het lullen vandaag. Ik zeg het niet, maar hij zegt ja, mijn Engels is niet zo goed. Ik zeg hem, shit man, deze video moest Engels. If I must talk English, I'm gonna talk English with die dame. If I must talk English, wat? Oké, wacht. If I want to talk English met hem. Engels, je hebt hier Dirk, je hebt wat andere winkels. En we gaan gewoon kijken wat ze hebben voor ons. Oké, we zijn bij de chocoladeafdeling. Nu ben ik benieuwd wat hij gaat pakken, man. Ik ga het zeggen, merci dat jij er bent. Merci dat jij er bent. Oh, dat is wel een hele goeie, ja. Simpel, maar goed. Ah, dan gaan we door. Hey, weet je wat ik graag vind aan deze goed? Hij blijft nonchalant. Deze man zegt. Als hij die patten uitdoet, dat hij langer is dan ik. Dat is hij helemaal niet. Bro, ik ga gewoon eentje uitdoen en staan. Dan gaan we kijken. Oké, is goed, sta. Zo, dat is een stuk kleiner hoor. Nee. Maar... Kijk hoe. Bro, hoe lang ben je echt? Ik op mijn ID staat 1,83. 1,83? Met wat had je aan, bro? Hakken. Je bent sowieso niet langer dan ik. Je draagt maat 39. Oké, dat is goed, jongens. Kijk hier, you got some flowers. Oké, kijk naar rozen. Weet je die hart? Klaar, ik weet het al gelijk wat ik ga zeggen. Ja? Ja. Deze zijn het? Deze niet, hoor. Ah, ze leven wel, man. Ze leven? Beetje water. Die man vertelt me net, hij heeft spanning. Nee, sowieso niet. Ik zeg jullie. Ik ben drankje, gewoon een beetje lippenbalsem opzetten. Ik zeg, we zijn er bijna. Hij doet lippenbalsem. Jij moet nu achterin zitten, geblinddoekt. Ja, want we gaan nu rijden en zij staat daar geparkeerd. En jij mag haar niet zien. Oké, mag ik vragen, hè? Wil je die bloem op het einde geven of ga je ze nu geven? Zo meteen gelijk. Maar ze is geblinddoekt, hè? Je kan ook wanneer die blinddoek af zijn gelijk zo. Yo. Wanneer die blinddoek af is, toch? Oké, is goed. Is goed. Bewaar, keep the surprise, zeg maar. Oké, jongens, we gaan nu rijden. Hey, ik zeg eerlijk, hij werkt wel. Hoeveel vingers steek ik op? 5, bro. Oh, die heeft het wel goed gedaan. Dus. De dame, jongens. Hey, ik ben Serenity. En ja, ik ben benieuwd hoe het gaat. Jongens, dit is de dame. Heb je een beetje spanning? Nee, eigenlijk niet. Oké, wat is je voorkeur? Want dan weet ik of ik op een goede lijn ben. Light skin. Gewoon light skin. Light skin, 1,80 krullen of zo. 1,80 of krullen, oké. Hij is heel lang. Oké. Kan ik je wel zeggen. En of het een goede match is? We gaan het zien. Het komt goed. Je kan naast hem zitten hoor. Oké. Hi. Sherik. Wat is je naam? Deze. Hallo. Hallo. Jongens, stress G. Wat is je naam? Je bent mijn hand schudden. Waarom is het zo akker tussen jullie? Oké, hoor nu, doe nu. Stap weer uit, toch? Dan kom je gewoon weer naar je. Hoezo? Maar wat is je naam? Dit is je. Hoe oud ben je? 19. Waar kom je vandaan? Nee. Ik heb stress, weet je dat? Hoezo?
Hey, Shahir Kalina. Je moet even rustig doen. Volgens mij. Ja, ze is best wel druk, weet je. Daarom. Shahir Kalina. Je zei dat je handen belangrijk vond, hè? Ja. Heeft die zachte handen? Wat vind jij? Wat, mijn nagels zijn slecht? Nee. Ja. Wat anders? Is goed zo. Dus ben je nu een beetje verlegen of zo? Hey! Doe je blinddoek af! Nou, dit is niet wat jullie doen. Nou, voel mijn hart, hè? Nou, dit is gewoon een mattie van mij. Hey, sorry. Sorry, Mabie. Die was een moekshakey. Oké, nu ga ik haar echt ophalen. Are you ready? Yes. Nog een cadeautje in de handje was. Oh, kapot schattig. Nee, je moet even over iets heen. Yes. Nog één, die wil deze nog hoger. Ik zit. Stel jezelf voor aan elkaar. Dan beginnen we bij de heren. Goedemiddag. Hoi. Dirk Wensio, 19 jaar. Ik kom uit Amsterdam. Oké. En jij? Ik ben Serenity, ik ben 20 en ik kom uit Groningen. Ja. Oké. Doe maar. Ik kijk een beetje in shock. Nou, kan niet. Je kan me niet zien toch? Dat is raar, hè? Ja. Je hoort iemand, maar je ziet diegene niet. Dit is jullie voorstelronde. Ja, ik denk het. Ik denk het, toch? Oké, lekker kort. Jullie hebben gelijk. Wat is de reden dat je single bent? Wie begint? Dames. Nou, ik ben er gewoon niet echt naar op zoek. Of het is nog niet echt op mijn pad gekomen. En ja, dat is eigenlijk de enige reden. En ik vind het wel fijn. Ja, ik wacht gewoon op de juiste, denk ik. Maar het komt vanzelf op je pad. Daar geloof ik in. Oké. Yeah. Ja, bij mij eigenlijk precies hetzelfde. Ik ben er ook niet echt naar op zoek. Ik wacht gewoon totdat ik de juiste vind. Heb alles op zijn tijd. Wat vinden jullie van elkaars stem tot nu? Schattig. Ze heeft een schattige stem. Je hebt echt een Amsterdamse accent, man. Maar het klinkt wel goed. Nu ga ik ook niet meer praten. Hoezo? Het is toch niet erg? Ik zeg niet dat het fout is. Wat voor afkomst denk je dat hij is? Surinaams of zo. En andersom? Nederlands. Nederlands? Misschien door mijn accent. Maar je bent geen Nederlands dus? Nee. En wat is je afkomst dan wel? Anti- en Colombiaans. En jij? Ik ben wel gewoon Surinaams. Oké, zie je, ik heb het ook nog goed. Ja, ik ben niet zo goed in raden, toch? Wat is, beschrijf even je type. Wat is je type? Dames voor. Oké, nou, ik zou zeggen light skin, maar brown skin kan ook wel. Ik heb niet echt een vast type, maar ik zou zeggen dat ik op light skins val. Ja, bij mij eigenlijk precies hetzelfde. Light skin, brown skin. Als die lach daar maar is. Mm-hmm. Ja, als die lach aanwezig is, dan ben ik aanwezig. Hoe denk je dat je date er op dit moment uitziet? Sowieso een gouden of een zilveren ketting. Ja, misschien een trainingsvestje of zo. Of een spijkerbroek, of gewoon een trainingspak. En ja, dat. Qua uiterlijk, ik weet echt niet. Maar qua kleding... Doe een gok qua uiterlijk. Ik denk brown skin. Wat voor haren en zo. Krullen. En andersom? Ook een spijkerbroek. Gewoon een spijkerbroek. Vestje. Misschien een spijkervestje of zo. Haren. Ze zijn krullend. Heel krullend, ja. Ja. Ja, krullend. Oké. Dan is een vraag voor de dame. Ja. Wat nou als de jonge man kleiner is dan de dame? Ja, nee. Ik vind dat persoonlijk echt niks. Want hoe is het dat ik hakken draag, of niet eens hakken draag, en dan ben jij korter dan ik? Ik vind dat gewoon lelijk. Nee. Wat vind jij ervan, bro? Ik zeg je eerlijk. Als de dame langer is? Dat is geen stress. Nee, jawel, stress. Dan ben ik aan het stressen. Maar ik stress nu niet, want ik ben... Hoe lang ben je? Ik ben 1,63 meter. Ik zeg je eerlijk, ik ben 1,64. Is toch niet erg? Ik kan je niet zien, hè, maar ik kijk je aan, denk ik. Ik vind dat wel erg. Nee, grapje, ik ben 1,74. Oké, wat is een perfecte date in jullie ogen? Nu mag jij beginnen. Ik begin de hele tijd. Helemaal niet. Echt niet. Ik denk gewoon ergens aan het strand zitten, wandeling maken, sterretjes kijken, wat eten. Ja, we kunnen ook leuke activiteiten doen, zoals voetballen. Voetballen? Natuurlijk. Maar bachata dansen kan ook, is ook een sport. Salsa ook. Toch? Klopt. Toch? Ja. Kan je dat? Tuurlijk. Is goed. Ik vind het heel mooi als je zeg maar gewoon met je auto komt, toch? En dan klap je die stoelen naar achter, dan zet je er een luchtbed neer. En dan neem je laptop mee, dan ga je gewoon film kijken bij het strand. Dat lijkt me echt heel romantisch. Hij heeft namelijk dezelfde auto als mij. Oh echt? Dus dat komt goed. Wat vind je aantrekkelijk aan tegenovergestelde geslacht? Gewoon goede hygiëne.
Dat vind ik heel belangrijk. Ja, man. Ja. Dat eigenlijk. Je moet er gewoon niet onverzorgd uitzien, want dan... Nee, ik kan daar gewoon niet. Ze heeft helemaal gelijk. Over verzorging gesproken. Ja. Voel elkaars hand. Je hebt wel zachte handen. Ja, die handjes werken. Heb je nagelsap? Ja. Oké. Acryl. Nee, dit zijn gewoon plaknagels. Maar... Maar zijn ze van die lange puntige nagels waarmee je me gewoon kan steken? Of zijn niet ze schattig echt kort? Middelmatig, denk ik. Oké. Tel elkaars meer over hobby's. Wat voor hobby's hebben jullie? Ja, wat doe je in het dagelijkse leven? In het dagelijks leven ga ik naar school. Ik werk en mijn hobby's zijn zingen. En gewoon met mijn vrienden zijn, vriendinnen. Gezellig. Ja, maar ik hou ook heel erg veel van alleen zijn. Het hangt er een beetje vanaf in wat voor moed ik zelf ben. Ik ben een sportieve jongen gewoon. Ik voetbal niet meer, ik kan vast zingen. En ja, ik ga niet meer naar school. Oké. En waarom niet meer? Ik koos ervoor om influencer te worden en artiest. Oh. Dus daarmee ben ik gewoon nu bezig. Bevalt je dat? Bevalt me goed. Nee, ik heb geen denken meer aan een terugweg. Mooi. En een kleine vraagje nog. Ben je goed met kinderen? Zeker. Ik heb heel veel broertjes en zusjes dus. Oké. En hoeveel? Ik verstond je niet. Hoeveel? Nee, ik heb bij mijn moeders kant. Mijn moeder heeft 7 kinderen, waarvan 5 met mijn vader en 2 met mijn stiefvader. Ik heb ook broertjes en zusjes. Oké, hoeveel dan? 4 broertjes, 2 zusjes, 3 broers, 1 zus. Oké. Ja, gezellig hè? Ja. Ik ben een beetje klaar met de vragen. Nu mogen jullie een beetje met elkaar vrij praten. En als jullie dat niet willen, dan kunnen jullie dat ook aangeven hoor. Ja, is goed. Oké. Wat voor opleiding doe je op school? Social work, ken je dat? Ja, dat ken ik. En hoe lang moet je nog? Nog 2 jaar. Oh, een aardige weg nog te gaan. Ja, klopt. Maar hoe bevalt het je? Nou, ik vind het heel leuk. Ik hou ervan om met mensen te werken. En dit is daar wel echt gewoon op gericht. Dus ik ben blij wanneer ik mijn diploma heb. Oké. Ja, en jij deed aan voetbal toch? Ja. Hoe bevalt dat je in het dagelijks leven? Want het kan ook zwaar zijn volgens mij. Nou, ik zeg je eerlijk, ik train niet. Ik ga gewoon alleen wedstrijden meedoen. Maar werkt dat dan wel? Je moet toch gewoon trainen om... Ik train voor mezelf. Oké. Apart. Ja, heb je verder nog vragen? Nee, eigenlijk niet. Ik ook niet. Ik heb wel genoeg gehoord. Ja. Ik wil je gewoon zien. Ah. Ja, ik hou er niet van om contact met iemand te hebben zonder dat ik diegene kan aankijken, toch? In 3, 2, 1, surprise! Hoi! Hallo. Oh, nou, deze is voor jou. Dank je. Oh, wat lief. En de tekst niet te vergeten, merci dat jij er bent. Ja, dank je. Ja, toch? Je bent hem niet vergeten. Ik heb ook wat voor jou. Je maakt me zo zenuwachtig. Ik ben aan het trillen hier helemaal zo. Hij krijgt een cadeautje. Ja, ik dacht ik kan niet met lege handen komen. En zo dacht ik ook. Leuk. Maar hij ziet er leuk uit. Jij ook. Dankjewel. En? Ja. Het is nog nooit voorgekomen dat een dame een cadeau heeft gebracht bij de blind date. Je bent de chosen one, je hebt een cadeau gekregen man. Je bent niet benieuwd wat erin zit? Maak maar open hoor. Ja, ik wist niet wat ik moest halen, want ik wist niet wie er naast me zou zitten dus. Schattig, ja. Je ziet het? Ja man. Het werkt. Ja. Het werkt. Ja. Maar jullie mogen niet zien, is voor mij. Ja, wat vinden jullie van elkaar nu jullie elkaar zien? Is dit ook de persoon die je had verwacht, aangezien je alleen stem hoorde? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, hij verwachtte bij mij een Nederlander, maar... Oh. Ja, nee. Nee, maar het ziet er goed uit. Okay. Ziet er leuk uit. Mooie lach, die lach is aanwezig. Ja. Moet wel, hè. Die nagels, kort, schattig. En wat voor cijfer geven we elkaar dan? Dames, beginnen. Waarom ik? Wel een 8. Ja, een 8. En wat geef jij? Een 8. Je geeft een 8 omdat zij 8 geeft? Hey jongen, kan niet met deze ogen. Oké, sorry. Wat hiernaast? Is een vervolgdate? Gaan jullie elkaar adden of wat is het? Want jullie zijn een beetje stilgevallen. We kunnen elkaar wel adden. Ik kan wel voegen. Ja, is mogelijk. Maar je moet naar mij kijken en niet naar hem. Ja. Je hebt geen oogcontact met hem. Nee, ik word verlegen als ik oogcontact maak toch. Oké. Jongen, je moet je telefoon trekken toch. Ik zou het voegen toch. En komt er nog een vervolg hierna? Waar woon je ook alweer? Amsterdam. Misschien. Zien we dan wel. Geweldige date. Ik ben blij met de date. Het was super gezellig. Jongens, wat vinden jullie zelf van? Ja, wel leuk. Beetje kort. Kort. Beetje kort af. Ja. Maar gewoon wel straight. Straight to the point. Ja. Alle puntjes op de i waren er gewoon. Ja. Hij is... Hoe lang zei hij dat hij was? 1,74 zei je toch? Of 1,73? Ja, eigenlijk ben ik 1,80. Willen jullie naast elkaar staan? Of? Ja, ik vind het prima hoor. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Moeten we uitstappen? Ja. Oké. Als je kleiner bent dan mij, hè? Nee, tuurlijk niet. Geef mijn camera alsjeblieft.
Hij is geen 1,80. Ik ben 1,63 meter, dan ben jij geen 1,80. Dit is geen 1,80? Hij heeft ook nog schoenen aan. We kijken positief, ik ben wel langer. Hij is wel iets langer. Ik moet hakken dragen. Als ik hakken draag, ben ik langer dan jij. Jongens, ik vond het een geweldige date. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer. Ciao!